Als mens is Sandra op de eerste plaats mijn zus. En als artiest is zij degene die iedereen kent. En wat artiesten doen, is verliefd raken op de camera. En de camera moet ook verliefd raken op hun. Dat moet een wederzijds verband zijn. En dat is in haar geval prachtig gelukt, naar mijn gevoel. Uiteindelijk verdwijnen de camera's lichtelijk en dan is dat lastig? Ja, dat denk ik wel dat dat lastig was. En ik geloof dat ze daar ook heeft geprobeerd haar leven een andere soort invulling te geven. Meer spiritueel bijvoorbeeld. Nou, ze heeft heel veel gelezen over het milieu bijvoorbeeld. Over hoe wat kruiden doen, wat spiritualiteit voor haar betekent. En dat heeft haar geholpen, zeker ook in deze laatste periode.